Is dinsdag 10 mei. Hartelijk welkom bij Rijmond Nieuws. Tuinbouw in problemen door te weinig CO2. Overlast oude auto's buiten milieuzone. En zwemmer met spierziekte ontwerpt eigen hulpmiddel. En heel vast kort het weer, het Aldus. Morgen een wisselende bewolking. Zon- en stapelwolken die wisselen elkaar af. En in de loop van de dag bestaat ja, plaatselijke kans op een bui, misschien wel met een donderklap. Temperaturen komen hoger uit de dal vandaag, omdat de zon wat vaker tevoorschijn zal komen. Het wordt zo'n 23 of 24 graden. En dan waait een matige oostenwind. Nou, zometeen tegen het eind van het uur kom ik bij u terug. En dan met de verwachting voor de komende dagen. Honderden glastuiners zitten in de problemen doordat ze voorlopig geen CO2 meer krijgen uit de Rotterdamse haven. Bij bedrijven zoals Shell Pernis is CO2 een restproduct. De tuinbouwbedrijven gebruiken het om de gewassen sneller te laten groeien. Maar Shell heeft zijn installatie stilgelegd voor onderhoud. Deze tuiner in Blijswijk stookt niet meer zelf zijn kassenwarm. Hij gebruikt aardwarmte en de CO2 krijgt hij per leiding aangevoerd uit het industriegebied van de Rotterdamse haven. Maar sinds afgelopen maandag ligt de aanvoer van dat CO2 stil. En dat is een flinke tegenvaller. De CO2 is de, met licht en water zijn de ja, belangrijkste. Uh... Bestanddelen voor, voor, voor plantengroei of de, de onderdelen van plantengroei. Als je één van, van die factoren gaat beperken, dan merk je dat in ja, productie, vitaliteit en, en, en ook de, de maat en de, en de smaak van de vruchten. Dus op alle gebieden wordt wordt is dat een probleem. Dus de producten gaan deze maand minder worden? Het zal minder als optimaal worden. Ja. De tuinders moeten dus zelf weer gaan stoken om CO2 te krijgen. Maar dat levert een stuk minder op dan ze nodig hebben. De productie van de tomaten zal dus terug gaan lopen, denkt deze tuinder. Het bedrijf dat de CO2 aanlevert, zegt hij niets aan te kunnen doen. Normaal is er wel een bedrijf dat kan leveren, alleen nu is. Het...